De Dijk thuis tegen Excelsior Maassluis. En na 4 nederlagen won die ploeg van Jochem Twiske vorige week opvallend van de treffers. Maar het is Excelsior Maassluis dat de aanval zoekt. Vincent van den Berg en helemaal vrij daar in de doelmond. Daar staat Jeremy Moreno. Het is zijn 3e doelpunt van dit seizoen. Heerlijke voorzet van den Berg. En Moreno kan probleemloos inkoppen en de 1-0 voor Excelsior Maassluis op het scorebord brengen daar op Sportpark Schellingwoude. Excelsior Maassluis vorige week naar AFC gelijk gespeeld en vandaag dus alweer naar Amsterdam. Balbezit voor Jack Tuyp die meegeeft aan Zwarthoed. Wie is er voor de goal? Bij de tweede paal verder nog. Daar komt Tony Tol, maar die twijfelt niet en die neemt hem in één keer op de slof. Op zijn rechterslof en dan is het weer gelijk. Goeie voorzet van Zwarthoed. En Tol komt inlopen binnenkant van de rechtervoet. En dan is die doelman Jean-Paul van Leeuwen geslagen. Het is ook de ruststand, de tweede helft met Baten. Baten van de bal afgelopen door Redert. Steekbal op van den Berg. En van den Berg zoekt het verre hoekje met de rechtervoet. Oudspeler van Arsenal onder andere. Maar ook bij Heerenveen en Go Ahead nog gespeeld. Hij maakt dit voortreffelijk af. En dan is doelman Pistoor geslagen en staat Maassluis weer op voorsprong. En daar gaat hij weer, Vincent van den Berg. Of ze er niet staan! Of ze er niet staan! En het is de 1-3 van Vincent van den Berg. Ja, het is een heerlijke goal. Begint vanaf eigen helft. Tol te laat, iedereen te laat, Verschagen laat hem gaan. En dan is het doelman Pistoor die er ook niet bij kan. En zo is de eindstand 1-3.